We staan hier met niemand anders dan Henk de Cler, de trainer van Lugdunum. Ja, trainer, assistent-trainer. Wat zeggen we tegenwoordig? Assistent-trainer. Oké, goed. Nou, voor mij ben je nog steeds ook wel de trainer. In ieder geval samen met de hoofdcoach in dit geval. De loting is geweest. Jullie treffen Voorschoten zondag thuis. Ja, dat is een mooie loting. Tenminste, dat moet je altijd maar weer achteraf zien. Maar als je dan vergelijkt met wat we hadden kunnen loten, is dit een goede loting voor ons. Jij vertelde net heel eventjes achter de schermen dat jij nog eens bent ingevallen in het Zilveren Molentoernooi. Ooit. Ja, was ik nog jeugdspeler en toen was de finale UVS Lugdunum. Toen ben ik ingevallen. Die wonnen we met 1-0. En nou, dit is natuurlijk ook zo'n soort Zilveren Molentoernooi. Ik weet niet of dat de laatste was, want dan vroeg ik naar Henny en die zouden het even nakijken. Dus dat was wel leuk. Goed, oké. Okay. Oude tijden herleven voor jou. Heel eventjes nu het Lugdunum van nu, want dat leek het goed te doen, maar... Ja, heel wisselvallig. Eigenlijk denk ik dat we in de competitie hebben op een gegeven moment een periode na de winterstop, hebben we gewoon alles weggegeven. Dat is zonde. Vooral als je ziet tot waar wij in staat kunnen zijn, ook in deze... Dan in dit toernooi dat je tegen Valk een goede pot neerzet, tegen UVS zet je een goede pot neer. Nou, in de competitie, Dokkels, die wordt denk ik kampioen. Hebben we ook een goede wedstrijd tegen gespeeld. Hebben gewonnen en gelijk gespeeld. En dan laten we toch liggen tegen de kleinere ploegen. En dat is zonde. Goed. Afgelopen week hebben jullie gespeeld tegen UVS. Je kaart al even aan. Hè? Die wedstrijd win je. Is dat nog een beetje nostalgie? Nou, dat weet ik niet. Kijk, je moet gewoon die wedstrijd lekker willen spelen. Ik heb dat niet zo. Want ik wil elke wedstrijd winnen. Of het nou tegen UVS is of tegen KGA, dat maakt me niet uit. Maar bij onze jongens merk je wel, zodra we tegen Doko spelen of UVS, dat ze het dan anders benaderen. En dat is wel een beetje jammer. Er komt wat extra's naar boven. Ja, en dat is zonde. Want als je tegen Valken kan je goed spelen, tegen UVS kan je goed spelen, tegen Doko kan je goed spelen. Dat is zonde dat je dan tegen wat mindere ploegen, Zwarmerdam, dat je dan gewoon niet geeft wat je moet geven. Niet qua voetbal, maar gewoon qua instelling. En daar ligt het bij ons een beetje aan. Ook op trainingen. Dat is zonde. Goed. We gaan ervan uit en we hopen eigenlijk dat de wedstrijd op 16 april gespeeld gaat worden. Denk jij dat dat gaat lukken? Ja, ik weet niet. Dokkels of Voorschoten is natuurlijk een zondagvereniging. Ja, we moeten even kijken wat Voorschoten, als het zaterdagavond om 4:00 kunnen spelen. Wat hun beste uitkomt. Maakt mij niet zoveel uit. Mag ook op dinsdagavond. Ik vind alles goed. Dankjewel Henk en succes hè, tegen Voorschoten 97 zondag. Ja, dankjewel.